Bij het ernstige ongeluk zaterdagmiddag op de A15 bij Echteld is een 48-jarige vrouw uit Renen overleden. Haar 11-jarige kindje raakte gewond. Dat bevestigde een woordvoerster van de politie zondagochtend. Hoe het eenzijdige ongeval heeft kunnen gebeuren is een dag later nog niet duidelijk. In de auto zaten 4 personen. Naast de 48-jarige vrouw uit Renen en haar 11-jarige kind zaten er nog 2 personen in de wagen. Deze 2 personen bleven ongedeerd. De A15 werd bij Echteld tot aan de Willem-Alexanderbrug afgesloten voor verkeer, zodat hulpdiensten hun werk konden doen. Hierbij werd later ook de linkerrijstrook op de andere weghelft afgesloten. Vervolgens heeft de politie spooronderzoek verricht. Ook heeft een politiehelikopter opname gemaakt van de situatie. Rond 8 uur werd de rijbaan weer vrijgegeven en de omleiding ingetrokken. De politie heeft tot 8:30 onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.